the former UK Open champion. Welcome home to Scotland, the Thorn Robert Thornton! Robert Thornton steekt zijn duim op naar het publiek in Aberdeen. In zijn thuisland, Schotland. En hij is een echte Schot. Maar wel een Schot die zich misschien al bijna niet meer kan herinneren dat hij gewonnen heeft in de Premier League dit jaar. Hij heeft het ook nog maar één keer gedaan. In de derde week in Belfast tegen zijn landgenoot Gary Anderson. En dat is ook de reden dat hij daar zo stijf onderaan staat. Ja, dus voor Thornton is het recept eigenlijk heel simpel. Maar ja, dan zie je dus 1 overwinning, 5 nederlagen en toch maar een legsaldo van -6. Dus hij heeft wel heel veel wedstrijden die dicht bij elkaar zitten. Maar wederom, hij pakt er te weinig punten uit. Ja, 4 gelijke spelen onder andere. Dat is heel dicht bij elkaar. Onder andere tegen Van Barneveld. Op 13 maart in Nottingham. Een wedstrijd waarin ze elkaar bijna niks toegaven. 35. Waarin de eerste 8 legs allemaal met de darts meegingen. En vervolgens de laatste 4 allemaal tegen de darts in. Ja, dan kom je ook uit op 6-6. Het best mogelijke begin aan deze wedstrijd van Raymond van Barneveld duurt voort. Ja, we hebben het al vaak genoeg over de 39 gehad natuurlijk. Die voorlopig even niet wil vallen. Er is één man die weet wat het is om een 39 hier op dit podium te gooien. Van Barneveld deed het al eens in Aberdeen. Hij gooide niet alleen een 9 darter in Aberdeen van Barneveld. Hij speelt hier over het algemeen best goed. 5 van de 8 keer gewonnen, 1 keer gelijk gespeeld, 2 keer verloren. En nu heeft hij in de leg die Thornton begonnen is, aardige kans om die meteen te winnen. Het zal niet gebeuren in deze beurt. Misschien in de volgende. 99, Ranger 196. 88. Maar nee. Robert Uruguay 65. Een beetje te weinig uit die laatste 6 pijlen gehaald van Barneveld. Dat geeft Thornton de kans op dubbel 10, maar Thornton mist die kans. En Van Barneveld gooit hem in de hoek en toch nog de break. In het voordeel van onze landgenoot die
Het is al gememoreerd. Een fantastische week had vorige week in Sheffield. 2-7-5 overwinning op Chisnell en op Peter Wright. En dat is knap als je daarvoor 5 keer op rij gelijk gespeeld hebt. En ook afgelopen weekend op de vloertoernooien in Wigan speelde hij prima van Barneveld. Maar eigen zeggen heel erg sterk. Verloor van Michael Smith in de kwartfinale op zaterdag. Maar Smith speelde fantastisch. En op zondag verloor hij van Taylor. Maakte 1 foutje in die partij. Dat foutje werd afgestraft. En daarna kon hij niet meer terugkomen. 91. Dus ook daar kon hij wel met een goed gevoel op terugkijken. En hij heeft natuurlijk wel, en dat is wel lekker om te spelen in de Premier League, weinig druk op dit moment. Hij staat voorlopig in de veilige zone. De rest moet er eerst maar eens langs zien te komen. Ja, na de nederlaag van Gerwe eerder op de avond is hij de enige nog die maar 1 keer verloren heeft in de Premier League. Ja, als hij hier van Thornton wint, dan pakt hij de koppositie misschien voor heel even, maar toch even over van Gerwe. Goed, moet allemaal nog eerst maar gebeuren. Van Barneveld 150. Dat is een grote opgave. Het begin is wel goed. Ze volgt net niet. 98. Robert Jurgois 58. Zo kan Thornton de break gelijk ongedaan maken. Als hij dubbel 20 gooit. Als hij dubbel 20 gooit. Gebeurt. En zo is het nog steeds zo dat er tussen deze twee mannen dit jaar in de Premier League nog niet meer een verschil van 2 legs geweest is. Nou, dan zullen we toch nog ook even doorfilosoferen over die eerste plaats van Van Barneveld. Want ik kan me zo voorstellen dat het voor Van Barneveld echt nog wel een doel is om die eerste plaats te pakken. Je ziet hoe goed Van Gerwen al de hele Premier League in vorm is. Je ziet ook hoe goed Taylor de laatste weken aan het spelen is. Je kunt je zomaar voorstellen dat Taylor ook nog wel die derde plek gaat halen. Ja, nummer 2 speelt tegen nummer 3 in de halve finale. Ik denk dat je toch liever tegen nummer 4 speelt, wie het ook is. Goede lek van Barneveld naar 9 pijlen op 116. 81. En dus 4 keer 20 en dubbel 18. Dat lukt niet. Ja, Thornton staat in deze lek ver weg. Nog geen 100 gegooid in deze derde leg. Dus is er wel wat ruimte voor Van Barneveld. Elke dubbel wil hij het liefste. Dubbel 18 zo te zien. Nee, dat moet dan zometeen eventueel dubbel 9 worden. Tenzij Thornton deze hele hoge finish in huis blijkt te hebben. 18. Ja, dubbel 9 in 1 keer erin, dat is prima. Gooi hem aan de binnenkant, dan hangt het allemaal van die laatste pijl af. Dus opnieuw de break, ook in de derde leg weer. 140. Dit is de opdracht voor Van Barneveld om als eerste eigen leg binnen te slepen.
140. Tweede voor de Nederlander in deze partij. Nummer 37 voor hem in de Premier League. 64. Het gemiddelde van Barneveld kruipt de 100 voorbij. En ook de concentratie is goed. Gaat met de tweede pijl naar de boel toe. Om in de volgende beurt, en dat is de beurt waar hij nu op staat, niet op 61 uit te komen, maar op 58. Dan is hij verzekerd van twee pijlen op een dubbel. Bouncer van Thornton helpt dan ook nog een stukje mee. Ja, het is toch een wat andere speler geworden van Barneveld. Het is niet meer de snelle boom 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 speler die het was ten tijde, hè, in zijn BDO-tijd toen hij al die WK-titels bij elkaar vergaarde. Het is echt wat rustiger. Dat zal ook met de leeftijd te maken hebben natuurlijk. 66. Wat hij met name in deze Premier League tot nu toe goed doet. Sterker nog, dat doet hij beter dan iedere andere speler in de Premier League. Is ze kansen pakken. De dubbels gaan tegen 50%. En daardoor kan hij het zich voorloven om in gemiddelde vrij laag te zitten. Ten opzichte van de andere spelers. Maar wel in de wetenschap dat hij bijna alle kansen pakt. 53. 59. Ja, als Thornton hier ook nog gaat breken voor een 4-1 voorsprong. 140. Nou moet die Thornton nu wel volgen. Ook twee trippels nodig. Heel soepel hoor. 140. Ja, en dit is de stand op dit moment. Thornton ziet het gat met de mannen boven hem alleen maar groter worden. Chisnell is nu ook van hem weg. Ja, het zal voor Thornton een ongelooflijk lastige opgave worden om de halve finales nog te halen. Van Barneveld lijkt wel op weg daar naartoe. Hij heeft nu weer tops overgelaten. Thornton vanaf 135 begint wel met bullseye. Triple 15 en tops om terug te komen naar 3-2. Thornton, nee. 115. Nee. Remiger acquired 40. Op top staan in de leg die je tegenstander begonnen is. Dat is een buitenkantje. Hij gooit topstand wel niet, maar dubbel 10 rekenen we ook goed. En 4-1 ook nog eens voor Van Barneveld. Die van de wedstrijden die hij won, er eigenlijk maar één echt heel ruim won. Dat is meteen de eerste tegen Gary Anderson. 7-2. Ja, toen gooide hij ook een ongelooflijk gemiddelde volgens mij. Ja, boven de 108, bijna 109. 125. Hij was tot aan vandaag de enige die Michael van Gerben wist te verslaan. 121. Als ik het even en mag samenvatten allemaal wat we zo langzamerhand allemaal over Van Barneveld gezegd hebben. Hij maakt gewoon indruk in deze Premier League. We zien toch weer een beetje de oude Van Barneveld, heb ik het idee. Ja, hij is de meest stabiele factor, denk ik, tot nu toe geweest. En ja, ondanks dat hij niet altijd even goed heeft gegooid, heeft hij in de slechte wedstrijden toch de punten gesprokkeld. Op die partij tegen Wes Newton na eigenlijk. Maar daar stond hij nou juist weer 5-3 voor en verloor die 4 legs op rij aan het einde.
100. Raymond Jurquois 140. En het is nu gewoon heel constant. Ook deze leg weer. Gewoon keurig op tops. Na 12 pijlen. En dan moet je tegenstander er maar overheen zien te komen. Zeker als jij die leg begint. Dat is bijna niet te doen. En als je dan geen fouten maakt op het finishen. Ja, dan verlies je weinig. Geen fouten maken op het finishen. 5-1 de voorsprong voor Van Barneveld. En Jacques, als Thornton deze wedstrijd verliest, is het ja, misschien wiskundig voor hem nog wel mogelijk om de play-offs te halen. Nee, maar praktisch gezien absoluut niet meer. Hij staat nog maar op 6 punten, Robert Thornton. En je rekende al voor dat je na 16 wedstrijden er 16 moet hebben zo'n beetje om de play-offs te halen. Ja, 17 om echt zeker te zijn. 59. Denk ik in ieder geval. Maar goed, wie ben ik? Het is wel altijd zo geweest in al die jaren waar we dit over berekenen, dat er altijd één speler was eigenlijk die bijna alles won. En dat hebben we dit jaar natuurlijk niet. Want zelfs de topman van Gerwin in dit geval heeft al 2 wedstrijden verloren en 2 gelijk gespeeld. Dus daar zou uit kunnen volgen dat je eigenlijk misschien wel meer punten nodig hebt. Wellicht. En Thornton heeft na deze wedstrijd nog 5 te spelen. Ja, als hij deze verliest, blijft hij op 6 punten staan. Dus het is ja, het onbegonnen werk. 40. Kan hij maximaal op 16 punten komen als hij alles wint nog. Maar het blijft zo raar, Frank. Robert Thornton wint afgelopen zondag het vroegtoernooi in Wigan. Verslaat Taylor in de halve finale. 140. Wat is er dan voor hem? Ik bedoel, de vorm zit dus goed. Maar op dit podium komt het er niet uit. Want gemiddeld ook van Thornton, 88. Ja, dat... 60. Ik doe het ervoor, daar gaat het niet om. Maar ik sta ook niet op dit podium. Barneveld zit tegen de 99 aan. 5 en 12 op de finishes. Allemaal prima in orde. 65. En Thornton is er wel klaar mee ook, heb ik het idee. 66. Triple 19 en tops. En nu naar triple 18 voor dubbel 12. Hij laat geen spaanheil van Robert Thornton, die ook niet echt een tegenstander voor hem is. Het is meer zo dat Robert Thornton zijn eigen tegenstander is in deze wedstrijd. Zoals we dat wel eens vaker zien bij de schot. Hij kan ook fenomenaal darten, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar heeft dat veel te weinig kunnen laten zien. In zijn tweede jaar in de Premier League. Vorig jaar liep hij de play-offs net mis. Werd hij 5e in de reguliere competitie. 99. Ja, dat was ook eigenlijk de reden dat hij nu weer terug mocht komen in de Premier League. 100. Maar het tweede jaar is voor veel spelers anders dan het eerste jaar. Het eerste jaar is alles nieuw, is alles mooi, is alles geweldig. Kan het niet genoeg, kan het niet op. Het tweede jaar gaan er toch andere dingen meespelen. Van Barneveld is met 7 mijlslaarzen onderweg naar de play-offs. En dat is toch wel lekker hoor, als je dat in week 11 al nagenoeg zeker hebt gesteld. Hij heeft nog een zwaar programma te gaan, dat moet ook gezegd worden. Volgende week Lewis, daarna Taylor nog en daarna Van Gerwen nog. 139. Dus we krijgen nog eens 1, 2 en 3 van de wereld nog. Maar ja, daar hoeft het niet echt meer tegen. 140. Ja, van de andere kant. Als hij de kans heeft om als eerste te eindigen en Taylor te ontlopen in de halve finale, zoals jij al betoogde, dan zal hij die zeker niet laten liggen. Hier boekt hij in ieder geval een zeer duidelijke en eenvoudige overwinning op Robert Thornton, die zo te zien niet echt amused is, niet heel gezellig afscheid neemt van Barneveld. 7-1.